We zitten hier nou met Adrie. Adrie, goedenavond. Dag Jan, goedenavond. Fijn dat jij hier nou zit. Ja, ja. Zo wat Marcel ook al aangaf. Inderdaad, wel vreemd om aan de andere kant van het glas te zitten, zoals we dat noemen. Ja, precies. Maar wel een keer leuk om mee te maken, zeker. Ja. Kun jij eens vertellen wat jij voor werk doet naast jouw hobby? Ja, ik ben eigenlijk, ik zit in de zuivel. Ik ben 42 jaar geleden begonnen hier bij de Riedel in Ede. Dat was de sapjesfabrikant van de vruchtensappen, zeg maar. Ja. En daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte gewerkt als ploegchef. Echt een heel lang leiding gegeven aan dezelfde ploeg. Mm-hmm. In 2014 ben ik naar Lochem vertrokken. Toen ben ik de melk ingegaan. Dat is een eind uit de buurt. Ja, dat is een eind, want dat was een bewuste keuze. Ja. En daar ben ik toen als ploegleider ook een jaartje bezig geweest. Maar uiteindelijk vroegen ze daar, dan maken ze poeder, hè, melkpoeder, maar boter en boterolie. Dus een heel andere tak van sport. Het is weliswaar wel levensmiddelentechnologie, maar een andere tak van sport. Ja. En daar heb ik, zeg maar, in 2015 hebben ze mij gevraagd om het bedrijfsnoodplan te herschrijven. Want ik was in Ede ook hoofd BFV. En het BFV-organisatie opnieuw te organiseren. Nou, dat heb ik gedaan en dat is zo goed bevallen dat ze vroegen van ja, wij kunnen eigenlijk nog wel meer ondersteuning gebruiken, met name in de veiligheid, ja. De ondersteuning van de veiligheid. Toen heb ik het MVK, de middelbare veiligheidskundige, nog gehaald op mijn leeftijd. Zo. Dat is, ja, dat was een behoorlijke studie, maar het is wel gelukt. En nu is mijn functie SHE-expert, hè, safety, health en environment. Dus ik ondersteun mensen, alle medewerkers zeg maar, en met name met aandachtsgebied is de boterfabriek in het veilig werken. Het zuinig omgaan met het milieu en ook ja, hoe zit je achter je bureau. Dus een heel breed aspect. Ja, ik heb altijd begrepen dat jij 's morgens vroeg de deur uitgaat. Ja, dat is wel eigen keus. Maar ja, ik werk nu in Lochem en dan moet je over die A12 heen. Dus ik kan gelukkig zo dat ik ga heel vroeg naar mijn werk. Ik rijd soms 4:30 weg hier uit Ede. Oh, ja, en, dat doe ik al heel lang. En dat is een groot voordeel dat ik dan 's middags Ede weg kan. Want dan meestal vermijd je dan net de drukte op die A12 en dergelijke. En dan ben je redelijk op tijd thuis. Dan zit je 's middags 2-3 uur in die auto in de file. Ja, dat is niet prettig. Niks. Nee. En met het werktijden is dus jouw eigen besluit. Maar heb je dan 's avonds van tevoren daar niet last van? Bijvoorbeeld morgen? Nee, heeft privé wel invloed. Maar ik zorg dat ik mijn 7 uur slaap per dag krijg. Ja. Dus ik ga 's avonds wel wat eerder naar bed. En mijn lichaam is er al helemaal op ingesteld. Ja. Dus, jouw biologische klok is. Ja, want zelfs dit weekend sta ik heel vroeg op. Dus, het zit heb je nou vakantie deze week? Ik heb nu afgelopen week heb ik vakantie gehad. Ja. Kun je dan wel uitslapen? Nee, ik sta daar net zo vroeg op. Ja, het zit er helemaal in. Ik vind het ook niet erg hoor. Ik vind het, je leeft in iets andere tijdspad. Ja. Nou, dat is wel. En dan ben je dus eigenlijk leidinggevende en nou ben je een soort coach geworden. Ja, wat de grote voordeel is dat ik al die tijd in de levensmiddelenindustrie heb gewerkt. Je hebt heel veel ervaring opgedaan, ja. Over de processen, over de technieken die worden gebruikt. Dus nu als veiligheidskundige weet je ook heel goed wat de risico's zijn van stoom, van de reinigingsmiddelen. Dus alles wat je, ja, welke risico's je loopt in een procesindustrie. En daar kun je mensen heel goed in begeleiden en ja. We gaan luisteren naar jouw eerste keuze. Hier komt André Hazes met Treintje Oosterhuis en Kleine Jongen.